Dit is een kennismaking met de Stichting Driebergen Rijsenburg, vroeger en nu, het Centrum voor Cultureel Erfgoed. Onze stichting is opgericht in 1975. Vroeger en nu beschikt over ongeveer 30 vrijwilligers en 500 donateurs. Onze thuisbasis is het poortgebouw aan de Traai in Driebergen, verdeeld over een linker- en een rechterhuisje. Onze doelstelling is het beschermen van onze historische rijkdom. Denk aan monumenten, kunst en landschap en geschiedenis. Natuurlijk hebben we een informatieblad. We zitten in de monumentencommissie. We doen lezingen over de lokale historie en excursies naar interessante plaatsen. We doen aan archiefonderzoek. We hebben exposities en nog veel meer. We zijn ingedeeld in een aantal activiteitengroepen. Het Funerair Centrum, het Kenniscentrum Cultureel Erfgoed, exposities en tentoonstellingen, lezingen, excursies en wandelingen en snuffelmarkt. Laten we eerst eens gaan kijken bij een snuffelmarkt. Het is voor ons een manier om inkomen te genereren. De opening van Open Monumentendag vindt al jaren plaats in ons sportgebouw. Dank ook voor jullie bijdrage aan het geheel. Nee, maar het is belangrijk dat ook op Sparrendaal, op het landgoed Sparrendaal, dat het gewoon ook weer straks om Koningsdag open gaat. Dat er gewoon weer leuke dingen worden georganiseerd en dat degenen die dat nu exploiteren dat ook snappen. Dus dat biedt weer perspectief voor de toekomst, ook voor Monumentendag, denk ik. Dus we gaan allemaal meemaken wat er gaat gebeuren. Genoeg gesproken volgens mij, aan mij gevraagd om die taart. Hoe zal ik het doen? Zal ik er zo in? Nee, we gaan het netjes doen. Het is al voorgesneden, zie je. Ik zag hier al wat. En in datzelfde poortgebouw hebben we ook regelmatig wisselende tentoonstellingen. Bijvoorbeeld hoe de Tweede Wereldoorlog in Driebergen verliep. Nou, dit is onze tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. En het is allemaal kleinschalig, maar het is allemaal gericht op Driebergen. En we hebben een aantal thema's. Eén daarvan is de mobilisatie. In 1940, even voor de slag op de Gebberberg, lagen hier heel veel soldaten. En er werden ook mensen geëvacueerd die dan maar een paar dagen weer terugkomen. Dat zie je dus bijvoorbeeld hier. Of een tentoonstelling over de Driebergse brandweer, zoals we in 2018 hadden. Ik vind dat een heel goede schilder, kunstschilder. Mm-hmm. Nou, we gaan een stukje verder in de tijd. En deze mevrouw van Oosthuizen, dat was eigenlijk, je kunt zeggen, de baas van dorp Rijsenburg. Ja. Haar man had het dorp gesticht. En zij was heel rijk en ook manmachtig, maar zij had ook een goed hart voor het dorp, want zij gaf het dorp de eerste twee, het dorp Rijsenburg, de eerste twee brandspuiten. En die stonden hier in het gebouwtje wat nu nog bestaat aan de Diederichtslaan. Ja, bekend. Nou, dan gaan we langzamerhand naar Driebergen en Rijsenburg toe. Rijsenburg had een vrijwillige brandweer. En Driebergen en Rijsenburg heeft nog steeds een vrijwillige brandweer. Ja. Die was een vrij grote ploeg. Driebergen had een lichtbrandweer, dat waren aangewezen functionarissen. En in de 30 jaar, toen werden die brandweerkorpsen samengevoegd, omdat het dorp ook werden samengevoegd. En dat was in, even kijken, 1927. Dit is Driebergen, dit is Rijsenburg. En dat is verzamelkorps, wat ontstond na samenvoeging van het dorp. Ja. Nou, we zien een foto van de oude kazerne aan de Bosstraat. Oké. Okay. Meer een soort schuur. Ja. Die kunt u ook nog hier zien, met twee brandweerauto's erin. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Maar dat was deze. En dit is misschien de mooiste foto die we hebben. Die stond in de krant. Ja, die stond in de krant. Ja. De Reehorst. Ja. Maar de Reehorst is weer helemaal hersteld. Ja. Thank you.
Of een expositie over begraven in Europa. Dan maken we een grote sprong. We gaan naar Roemenië. En Roemenië is een land waar veel wordt gebruik gemaakt van hout. Alle op de begraafplaatsen, de borden zijn van hout gemaakt. Hier zie je een kerkhof met eenvoudige houten planken. En daarvoor is een begraafheuveltje van iemand die kort geleden begraven is. In Roemenië is een plaats, de Mea Muris, waar ze een vrolijke kerkhof hebben. Bij lezingen waarbij veel publiek verwacht wordt, wijken we vaak uit naar Jean Paubert. De plaats die was ten opzichte van de Wildbaan, de Kraal, en dan waar dus eigenlijk de Bosstraat begint, de andere bank. Dan heb je de brandweer, zou maar zeggen, het gebouw. En op die plek stond dat oude gemeentehuis. Dat was een vraag uit de zaal. Bij het postkantoor in het Doorn kruisen we een tegentrein. We verzorgen ook het onderhoud op de oude algemene begraafplaats. En we noemen dat klussendag, 2 maal per jaar meestal. De keer dat ik dit graf doe, zwart, maar het is iedere keer verbleekt door de zon en het weer. Dus nu hebben we een oude techniek, hebben we een nieuw leven ingeblazen. Zo doet de steenhouwer in Zeist het ook, dat stempelen. En ik zeg amen. Oh, ja. En tijdens Allerzielen wordt de begraafplaats sfeervol verlicht en overal worden informatiebordjes geplaatst. Bijna elke zaterdagmiddag kunt u een rondleiding krijgen over de begraafplaats door een van onze vrijwilligers. Als graven dan er niet meer rond de kerk gebouwd begraven mocht worden of in de kerk, maar dan moest buiten het dorp begraven worden. Voorstellen. Dit was ook zo goed behouden omdat het helemaal bedekt was met groen, zodat toen dat groen allemaal weggehaald werd, het gaf eigenlijk heel redelijk gaaf eruit kwam. Ja. Deze man zei uit het publiek, zei ja, die familie ken ik wel, is heel tragisch, want die mensen konden geen kinderen van. Ik zei, oh, dat is interessant, vertel verder. En zei ja, uiteindelijk hebben ze 1 kind gekregen. En weet je hoe die ze eraan gekomen zijn? Dus ik zei, dat weet ik echt niet, dat moet u maar vertellen. Hij zei, nou, de zus van mevrouw, die had 9 kinderen gekregen. En die zei, de 10e, die geef ik aan jou. Dus het 10e kind is nu bij deze familie. Er zijn inmiddels een aantal video's over de begraafplaats beschikbaar. Soms betreft het de rondleiding, maar soms ook een specifiek graf. In een van de huisjes van het poorthuis is het funerair centrum gevestigd. Ook daar zijn rondleidingen. We zijn hier binnen en hier zie je een fotogalerij van heel veel mensen die hier op de oude begraafplaats begraven liggen. Allereerst hebben we hier de foto's van mensen die in een grafkelder liggen. En we hebben een aantal grafkelders. En grafkelders werden hier neergezet door de notabelen. En zeer regelmatig zijn er interessante lezingen of excursies. Ook archiefonderzoek in het regionaal historisch centrum te Wijk bij Duurstede wordt verzorgd. En de oral history, de plaatselijke gesproken geschiedenis. We hebben inmiddels al meer dan 20 video's. We hopen dat we met deze bloemlezing over ons werk u enthousiast gemaakt hebben.